Dit is een gele kleuter, hoofdstuk 6. Ik wil je eventjes vertellen. Moet ik het zo doen? Ik word steeds beter in het bedienen van voorvertoning. Hier gaat het om. Dit is een essay dat ik geschreven heb. Het bestaat uit 13 hoofdstukken en 13 pagina's. En dan ga ik even naar pagina 13. En zie je, dit is echt een pagina. Dit is de 13e pagina en hij is ook af. En dit stukje is dan leeg. Maar, ja. En zover gaan we. Maar we zijn hier. Hoofdstuk 6. Ik lees gewoon voor en daarna ga ik het bespreken. Want dit is compacte taal. Niet eens makkelijk, hè? Hoofdstuk 6, de scheiding. Na aanvankelijk wat oneenigheden te hebben gehad met mijn dochter, echt niet veel, kwam de scheiding langzaam tot stand in 2010. Mijn zoon, 2 jaar oud, slaapt boven. Ik hieronder en mijn dochter komt 3 keer per week lekker eten en managen. De zorg voor haar biologische moeder houdt haar bezig. Dat mijn zoon hier woont is destijds niet doorgenomen met een overheidsambtenaar. Nu kan je dat als vader, dankzij verbeterde regels, wel doen. Zijn biologische moeder maakt op mij de indruk dat ze mijn zoon liever kwijt dan rijk is. En mijn dochter zegt dat ik me niet zo zorgen moet maken en dat zij, de biologische moeder, het allemaal niet zo bedoelt. In dat jaar, eind 2010, ging hij naar het kinderdagverblijf. Ophalen van het kinderdagverblijf is opmerkelijker dan wegbrengen. Net als toen met mijn dochter, keek ik als ik op de gang stond, op het punt om de deur te openen, eerst door het ruitje. Mijn dochter is een solitaire, stelde de leiding mij toen gerust. En toen zag ik door dat ruitje een keer dat zij contact maakte. Ze lijkt afstandelijk van een afstandje, maar ze is het niet. Het kwestie van kijken. Mijn zoon liet mij andere beelden zien. Beelden die mijn hersenen lieten koken, ademhalen. Natuurlijk wil ik niet de deur van een kinderdagverblijf in 1 keer openknallen en keihard roepen: hou ermee op! Zoiets mag niet. Maak ik de andere kinderen ook nog aan het schrikken? Ik zei tegen mijn dochter dat we hier gezeik mee zouden gaan krijgen. En toen gaf ze me een zoen. Een zoen op mijn neus. Terwijl we een tijdje geleden onuitgesproken hebben afgesproken dat we zoenen op de wang. Ergens daar waarvan ze vindt dat ik me moet scheren. Of zoiets. Maar niet te klef. Misschien heeft ze gelijk en stelt het allemaal niets voor. Ze heeft een broer. En je moet roeien met de riemen die je hebt. Hoppa, ligt weer fout, sorry. Hoppa. Dat ik als vader, los van de biologische moeder, gevraagd word om te verschijnen op een gesprek, is mij niet vreemd. Meestal gaat het dan om praktische zaken. En een wandelingetje naar het kinderdagverblijf lustte me wel. We moeten het er toch echt eens over hebben, zei de medewerker. Het was warm en ze had een schattig truitje aan. Je mocht daar toen niet roken en ik kuchte. Ja, precies, zei ze. Bent u van de overheid? Ik schudde van nee. Ze pakte het dossier erbij en overhandigde me een lijst met namen. Meisjesnamen. Meisjes die alleen naar de wc wilden gaan als mijn zoon mee zou lopen.
of termen van gelijke strekking. Ik had moeite met het feit dat ik toen niet flauw viel. Er is nog niks gebeurd, stelde ze. Hij wacht netjes en brengt de meisjes terug naar het klaslokaal. Handig, zo'n kleine medewerker. Ik probeerde te hyperventileren en stamelde over wat ik meende gezien te hebben door het ruitje. Ze toonde een hemelse glimlach en reikte me de hand. Tijdgebrek, overheid. Ik hoop dat het dezelfde dag was als die dag dat ik nog een tientje vond van de vakantie in mijn paspoort en er die ene aanbieding was bij de supermarkt voor sterke drank. Een begrip vanuit mijn dochter destijds voor mij. 0,0! Nou, dit was de voorlezing. Ja, waar gaat het hier om? Het gaat om onze kinderen. Ik probeer mijn checkje aan te steken. Ik ben niet stoned of zo. Het is alleen maar een checkje. Onze overheid, die geven wij onze kinderen. En waarom eigenlijk? Waarom hou je je kind niet gewoon thuis? Kan je soms geen wiskunde of zo? Nou, dan kan jij toch als ouder, kon je bij mij langs en dan betaal je met een tientje en dan krijg je 5 lessen per €2. Dan heb je 5 lessen. 1 tientje betalen, €2 per les. Dan leer ik jou al wiskunde. En dan ga jij dat maar lekker aan je kind leren. En leer je kind taal. GVD. Nou, de GVD, dat is de geheime veiligheidsdienst, is dat, hè? Dat is de taal. De geheime veiligheidsdienst. GVD. Leer je kind taal. Het is een mooi Nederlands gedicht. En dat zegt, dat luidt, als ik een boom omhak, is dat taal. Denk daar eens even over na. Misschien is dat wel waar. Misschien is het wel zo dat iedere handeling die jij doet, ook naar je kinderen, dat is taal. En Nietzsche, Friedrich Nietzsche, was een Duitser. En iedereen zegt, oh, is een jodenhater. Ja, Friedrich Nietzsche was 19e eeuw. Friedrich Nietzsche heeft gezegd, als jij je niet bewust bent van de chaos bij jou van binnen, hè, dus je inwendige chaos, als jij je niet bewust bent van die inwendige chaos, dan kan je geen dansende ster worden. En jij als ouder hebt dat ook maar te doen. Dus je hebt zo'n kind en die helemaal chaos van binnen, maar je houdt je bek dicht. Stomme stoephoer. Of zal het je uitmaken voor een beest? Je gaat een keer respect hebben voor het leven, voor de kinderen van mijn vader. En je moest eens weten dat mijn vader is niet gevaarlijk hoor. Helemaal niet. Mijn vader is de veroorzaker van alles. Inclusief Auschwitz. En mijn vader is niet goed. Ben jij gek? Het woord wat jij denkt dat goed is, dat komt mijn vader niet toe. Dat is een belediging voor mijn vader. Je mag mijn vader ook niet slecht noemen. Ben jij gek? Denk jij een oordeel te kunnen hebben over mijn vader? Onze vader? Nee, natuurlijk niet. Maar je hebt wel kinderen van hem. Ja? En die komen dan toevallig uit jouw vaginale opening. Ja, so what? Is dat jouw productieeenheid eigendom? Nee, ik dacht het niet. Klojo! Heb respect voor je kinderen. Dan gaan we nu over naar hoofdstuk 7. En ik heb nog een heel klein beetje bier. Dus ik ga dit nog doen. En ik ga hem nu afsluiten. Maar ik zie jullie binnen een paar minuten. Hè? Want ik dender gewoon door. Dit zijn 13 hoofdstukken. En nu komt hoofdstuk nummer 7. En de 7e letter van het alfabet is een G.
En heel veel mensen kunnen de G niet uitspreken. Die zeggen gay of zo. Stel ik je homo's. De zevende letter van het alfabet is een G. En niet gay. Nou, dat was toch wel leuk, hè? Dit wordt... Ik heb nog een andere die ik ook ga voorlezen van de teleurgang van de G-pageet. Maar dat komt de andere keer wel. Ja? Nu ga ik deze op stop drukken. Ik zeg geen tjus, want dit heeft niets te maken met Jurk Liesman. Dit is geen bijbellezing. Hou daar rekening mee. Je kan Jurk Liesman, die kan je voorlezen uit Proverbs, hè? Spreuken, 15 vers 1. En jullie luisteren niet allemaal naar hem. Dus ik krijg hier van de rechterkant. Jurk Liesman doet die ene kant, ik doe de rechterkant. Want ik kan schelden, jongen. I am mad as hell. I am not gonna take it anymore. En je gaat mijn Nederlands maar begrijpen. En je gaat maar begrijpen waarom ik het zeg. Want dat is het belangrijkste. Ga niet deze tekst vereren. Ga begrijpen wat ik probeer te vertellen. Wij zijn kinderen van de Heer. Wij hebben deze aarde, die is voor ons klaargemaakt. En toen kwamen wij. En nu wij. Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van mijn vader. Mijn vader was de schepper. Wat denk je dat jij dan bent? Een schepper misschien? En is het scheppen als je als vrouw op je rug gaat liggen om een vrat te laten maken in je baarmoeder? En daarna ga je op je rug liggen om die vrat te laten wegsnijden om voor 5000 euro per gram te laten verkopen qua stamcel aan een stelletje homoseksuele heroïneverslaafde Chinezen? Is dat het doel in je leven? Ben ik zo dom en jullie zo slim? Echt waar? Denk je dat ik dom ben? Dat ik stilsta bij het feit dat je mensen niet mag vermoorden? Ook al heb je er een hekel aan. De moeder van mijn kind, mijn dochter, die had een hekel aan die vrat in haar buik. Wegwezen ermee. Bam, 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 bam. Hiroshima, Nagasaki, anyone? Wat denk je dat je met je eigen lichaam doet? You a-hole. De moeder van mijn dochter had gewoon het kind geboren kunnen laten worden. Ik had het kind meegenomen. Ik heb mijn dochter achtergelaten bij haar moeder van zorg voor die stoeporen. Hou er een beetje in de gaten. En ik zorg wel voor mijn zoon. Want ik weet gewoon hoe je met kinderen om moet gaan. Die moet je gewoon te eten geven. Die moet je naar school brengen. Dan moet je washandjes voor klaar hebben. Je moet shampoo hebben. Je moet zeepen, whatever. En een iPad tegenwoordig. Nou en? Wat kost een fucking iPad? Ga een avondje suipen in de kroeg en dan ga je met... Hoeveel euro's ben je kwijt? Voor dat geld kan je ook gewoon een iPad kopen voor je kind, hoor. Of een iPhone, of voor mij heb het een Nokia met alleen maar sms-functie. Je moet gewoon zorgen voor je kind. Jij bent ouder en ik hoop volwassen. En dat zijn we gewoon niet. Wij allemaal, de vrat in mijn buik, snijden me eruit hoor, niks aan de hand. En dan knettergek worden, alles kapot, hele gezin aan het kloten, mijn dochter een jaar lang gehuild. En we maken het uit! Ga er eens even over nadenken. Is dit een samenleving of is het een soort van, dat heet het Colosseum of zo. We gaan elkaar bevechten. Want dat deed die moeder van mijn kind. Die moeder van mijn kind, die zei ook echt van, ik pak je jongen. Ik ga je pakken. Ik ga je pakken, want jij bent een man. Ik ga je kapot maken. Ik ga je... Die ging dus neuken met andere mannen. En dan ging ze dat mij ook vertellen. Van, ik heb die geneukt, ik heb die geneukt. Vind je vast heel vervelend, niet? Nou, dat komt, ik heb een ongelofelijke hekel aan jou. Leuk is dat. Ja. Het is echt fijn, man. En dan mag je het gewoon mee doen als man. En je moet als man gewoon volhouden. En wat ik doe, ik pak ze gewoon terug. Je gaat er hier naar luisteren. Dit is de meest gore taal die ooit geschreven is. In de ogen van de zondaars.
Maar het is alleen maar dit is geen waarheid, want ik heb al lang verteld dat dit satire is. Maar als ik zeg dat iets satire is en ik spreek die satire, dan spreek ik de waarheid. En je gaat het maar begrijpen. Of je gaat je fucking Bijbel lezen. Oh. Droevig is het. Droevig is het voor ons allemaal. En mijn zoon is gewoon gekild. En dan niet heelal. Ben jij gek? Gewoon gechopt. Lekker langzaam. En de moeder van mijn dochter, die die wrat in haar buik had, die voelde niks. Die had morfine gekregen of zo. Die helemaal stoned kwam ze terug, man. Met een lege buik. Lang leven de rechtvaardige mensen. Oké, ik druk op de stopknop. En dan ga ik door met nummer 7. En daarna ga ik boodschappen doen. Je moet wel begrijpen. Dit is satire. Ik ben niet boos. Echt niet. Het is gewoon niet waar. Ik ben zachtmoedig. Ik wil jullie alleen vertellen. En degene die naar mij luistert, die weet dat waarschijnlijk al. En die zegt, Perry, jij preekt voor eigen parochie. Kijk, die mensen, die mogen morgen langskomen en die ga ik huggen. Want ik kan huggen. Dat is Engels. Ik kan je echt beetpakken. En ik voel alles. Ik voel waar je nieren zitten. Ik voel waar je... En je longen. En al ben je een vrouw, dan voel je die tieten zo tegen je borst aan. En ik heb zelf geen tieten, maar je kan met je mannelijke tieten wel die tieten van die vrouw voelen. En dan heb je gewoon lekker zo'n vrouwbeet. En dan huk, huk, huk. En dan echt stevig, hè. Niet zo'n slappe huk, maar een stevige huk. En pak gewoon zo'n... Take your woman by the hand. Dat is een liedje. Ik ga nu op de stopknop drukken. Ontzettend fijn dat jullie dat uitgeluisterd hebben. En ik ga zo dadelijk door met hoofdstuk nummer 7. Primair onderwijs. Tot zo.